is een groep paradijselijke eilanden in de Stille Oceaan ten oosten van Australië en ten noorden van Nieuw-Zeeland. Dat zijn dan ook de belangrijkste handelspartners en de reden van de datumsprong. Nu loopt Samoa altijd een dag achter. Als wij zondag nog in de kerk zitten, zeggen de Samoanen, is het in Australië al maandag en doen ze in Sydney al zaken. En dat zaken doen met Australië zal voortaan vlotter verlopen. Want over drie dagen verhuist de eilandengroep van de oostkant van de internationale datumgrens, waar het als laatste van datum verandert, naar de westkant, waar het voortaan als eerste een nieuwe dag begint. In 1892 maakte Samoa trouwens de omgekeerde beweging. Koning Malietoa Laupepa stapte toen van de oceanische datum naar de Amerikaanse datum over. Dat zou de zaken met de Verenigde Staten vergemakkelijken. 4 juli, de Amerikaanse feestdag, duurde toen geen 24, maar 48 uur. Het kleinere eiland Amerikaans-Samoa, dat een stukje grondgebied van de Verenigde Staten is, behoudt trouwens de Amerikaanse datum. Twee jaar geleden had Samoa voor dezelfde economische motieven al beslist dat de auto's links moesten rijden zoals in Australië. Het was goedkoper om auto's met een rechtstuur uit Australië in te voeren dan auto's met een linksstuur uit Amerika of Europa. De datumsprong heeft wel leuke gevolgen. Samoa kan zondag als eerste land nieuwjaar vieren. En omdat Amerikaans Samoa de oude datum behoudt, kan je er één dag later nieuwjaar opnieuw vieren. Hetzelfde voor wie twee verjaardags- of huwelijksfeestjes wil. Door de datumsprong heeft Samoa er een toeristische troef bij.